Aloha. Vandaag in Martien Minuutjes het stressactieplan. In mijn nieuw boek Forever Young leg ik zo 20 verschillende trucjes uit. We gaan er een paar laten zien en ze helpen echt allemaal. Ochtends ben je het meest stressgevoelig. Start dus als je kan de dag met een Tao-massage. Klinkt misschien allemaal erg ingewikkeld, maar het is poepsimpel. Bij de Tao-massage betokkel je alle harde delen van je lichaam, van kop tot teen. Feit is dat je op deze manier je hele lichaam bevloeit met zuurstofrijk bloed. En dat voel je. Laat los. Nee, die lat hoeft niet zo hoog. Dat creëert vooral heel veel frustratie. En als je toch in de frustratie schiet of het voelt niet lekker, kijk er dan naar en laat het dan los. Deze beweging helpt. Handig met een bril. Laat maar waaien. Laat de dingen soms gewoon maar liggen. Ga je nu voor mij zitten of wat? Ja. Laat maar waaien. Laat maar waaien. Het is soms belangrijker om de dingen gewoon een beetje los te laten, ook in je huishouden. Je kan je beter lekker voelen in een wat rommeliger nest dan jezelf een dweil te voelen in een showroom. Bepaal je even niks momenten. Het hele jaar door zijn we bijna constant bereikbaar. Plan die momenten in en geniet ervan. We zijn eigenlijk constant bereikbaar. En even niet bereikbaar zijn en dat goed inplannen, dat kan helemaal geen kwaad en zorgt ook voor het ontstressen. Go for slow. Doe alles in eerste versnelling. Dus ga niet snel, 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 haste, haste, haste. Dat vreet energie en geeft stress. Het betekent dus dat je moet stoppen met, ik ga nog eventjes dit en daarna ga ik nog eventjes dat. Go for slow dus. Doe alsof je dood bent. Ja, de Shavasana of dodemanshouding is de meest ontspannende houding uit de yoga. Het veroorzaakt een soort van gevoel van ruimteloosheid en totale ontspanning. Ontstressen dus. Als je dit een paar minuutjes per dag doet, dan voel je zo de spanning uit je lijf glijden. Het zou ook kunnen dat je dan in slaap valt, maar het is sowieso heel ontspannend. Nog een hele goeie om te doen na een stressvolle dag, thuis of op het werk, is een massage. Dat werkt heel erg ontladend, ontspannend en je voelt dan de stress letterlijk uit je lijf glijden. Zeg je van, ja maar ja, hallo, dat kost heel veel geld, dan kan je dat ook makkelijk zelf doen. En hoe, dat leg ik volgende keer uit. See you soon en geef ons een duimpje, hè? Of wat commentaar op Facebook, op YouTube, op Instagram of op mijn site. Tot snel dus.